Meneer Hartjaoui, kunt u in een paar zinnen uitleggen wat het Schuldenlab Almelo betekent? Ja, binnen het Schuldenlab Almelo werken publieke partijen als de gemeente en private partijen als banken, verzekeraars en het bedrijfsleven. Die gaan daarin samenwerken om programma's en projecten te doen die Almeloze burgers schuldenzorg vrijmaken. En dat betekent dat we gaan kijken naar waar er knelpunten zijn, waar mensen last hebben van problematische schulden, die gepaard gaan met stress, met allerlei andere problemen. En we slaan eigenlijk de handen in elkaar om eigenlijk de beste projecten uit het land over te nemen en die dus hier in Almelo gewoon te gaan uitvoeren. Dat wiel hoeven we niet meer opnieuw uit te vinden. En tegelijkertijd ook specifiek naar Almelo te kijken van welk probleem speelt hier, wat anders is dan in andere gemeenten en wat kunnen we daar met elkaar aan doen. Betekent minder bureaucratie? Dat betekent onder andere minder bureaucratie, anders gezegd meer uitzonderingen, meer maatwerk voor mensen die dat nodig hebben. Je ziet dat te veel burgers een beetje in een vicieuze cirkel komen doordat die bureaucratie ingewikkeld is, doordat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. En wat we proberen te doen is een win-win-win situatie te creëren, minder bureaucratie, mensen sneller helpen met hun problemen en daarmee besparen we ook geld voor de samenleving en dus ook voor de belastingbetaler. Nou, win-win. Maar waarom nu speciaal in Almelo? Nou, de wethouder Almelo, Arjen Maathuis, die stond bij de lancering van Schuldenlab NL. Dat was ook in aanwezigheid van onze koningin. En Arjen Maathuis heeft toen gezegd, ja, ik zie al zoveel mooie projecten die ook voor mijn burgers heel erg belangrijk zijn. Waarom zou ik dat wiel nou helemaal opnieuw gaan uitvinden? En ik wil eigenlijk ook zoiets, maar dan echt specifiek in Almelo. En vandaar dat we dus het Schuldenlab Almelo hebben opgezet. En die hebben we vandaag gelanceerd. En toen zei koningin Maxima, dan kom ik ook. Onze koningin die vindt het heel erg belangrijk dat publieke en private partijen samenwerken vanuit een sociale optiek. Maar ook letten op hoe doe je dat dan met elkaar financieel. Dus die manier spreekt haar heel erg aan. Daar heeft ze ook ontzettend veel verstand van. Onze koningin hiervan hoorde, toen heeft ze ook gezegd, nou, ik ben met de lancering geweest. Ik vind het belangrijk om aanwezig te zijn in Almelo. Om ook de gemeente Almelo het steuntje in de rug te geven. Wat we vandaag ook hebben mogen ervaren. Hebt u ook een punt op de horizon? We hebben zeker een punt op de horizon. We willen heel graag binnen een jaar willen we 4 projecten. In implementatie, collectief schuldregelen, het jongerenperspectieffonds, de doorbraakmethode is al in uitvoering. En de Fix-app met de Nederlandse Vereniging van Banken en ADG Dienstengroep, ACITO, beter bekend hier. Die 4 moeten eigenlijk als een huis staan. En daarnaast willen we samen met de wethouder en andere partijen kijken of we iets slims kunnen bedenken rondom bewindvoering. En of we iets slims kunnen bedenken zodat mensen sneller uit een uitkering aan het werk kunnen gaan en dat er ook een positieve prikkel is voor mensen om uit de uitkering te gaan en aan het werk te gaan. Ja. Nou zag ik Heracles en Azito op het podium staan. Wat hebben die voor rol? Nou, Heracles heeft natuurlijk supporters. Heracles heeft sponsoren. Heracles heeft celebrities, voetballers. Die mensen spreken tot de verbeelding. Die kunnen ons het verhaal helpen vertellen waarom het belangrijk is dat je niet alleen mentaal en fysiek gezond bent, maar waarom je ook financieel gezond zou moeten zijn. Die 3 hangen allemaal met elkaar samen. Nou, en Heracles brengt kennis, netwerken in om ons daar verder bij te helpen. Ze hebben een uitgebreide tak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Recentelijk met walking football hier in Almelo. Dus we hopen daarin versterking te vinden. Ja, en ACITO is natuurlijk een gigantisch grote werkgever die arbeidsmarktplekken heeft. Nationaal natuurlijk ook. Hè? Nationaal ook, maar ook lokaal geworteld. Ik geloof dat u ook meteen al een baan scoorde. Nou ja, we werken niet samen. Netwerken is niet vrijblijvend, heb ik gezegd. Het is niet een praatclub. We willen actie. We willen gewoon dingen realiseren. Dus toen op een gegeven moment de ervaringsdeskundige vertelde dat hij na 23 jaar geen werk meer had en door zijn stress hele verkeerde keuzes heeft gemaakt, waardoor hij nu ook niet in aanmerking komt voor een uitkering. Mind you, na 23 jaar werk. Ja, toen heb ik gedacht, we zijn hier toch, laten we het proberen. Dus ik heb gelijk gevraagd, ACITO, ADG, mag deze meneer zich bij jullie komen melden? En met een koninklijke getuige? Maar het mooie vind ik,
Hè? Ik denk dat ook als onze koningin niet aanwezig zou zijn, dan zou Hans Kroeze dat ook gezegd hebben. Zo ken ik hem. Maar het mooie daarvan is dat Hans Kroeze, Ron Steenkuil en zijn team gelijk actie hebben gezet. En op dit moment wordt er heel hard gewerkt om gelijk te kijken waar die man aan het werk kan gaan. Nou, is dat prachtig. Ja. Ja, zeker. Iedereen in de koord. Ja.